Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Ja, we doen verder met de Rolmeter Challenge. Dit is de laatste koterij van dit seizoen. Daarna is het grote vakantie en rust voor iedereen. Mocht u afvragen, wat is de Rolmeter Challenge? De Rolmeter Remix Challenge? Hier is een volledige playlist naar de Rolmeter Saga. Want eigenlijk, de challenge is pas veel later gekomen. De saga duurt al super lang. Kort samengevat, ooit, een paar maanden geleden, dacht ik, een rolmeter, dat kan stukken beter. Daar kunnen toch een aantal functies aan toegevoegd worden. Dus maakte ik er eentje uit staal, met de rechte hoeken en een gradenboog. Maar natuurlijk, staal is super zwaar, met die musketon eraan, mijn broek zakte af. Dus dacht ik, ik maak er eentje uit aluminium, want aluminium is een veel lichter metaal. Dus ik maakte de... Oei, en er breekt hier al iets af. Goed, dit is nog 3D-printen. Deze dacht ik van, ja, dat ga ik dan in zand duwen, uit het zand halen en dan de holle ruimte die in het zand overblijft, daar kan ik dan aluminium in gieten. Nee, natuurlijk ging dat niet zomaar, want dit was het resultaat. Dat is dus nog geen rolmeter. Mijn logo staat er een beetje in, dus dat was de eerste poging tot het gieten van aluminium. Dan dacht ik, wacht eens, er bestaat zoiets als de verloren wasmethode. Dus dan heb ik, dankzij Matthew, heb ik gevraagd, kunt je mij helpen? En die heeft mij geholpen bij het maken van deze mal uit, hoe noemt dat? Uit siliconen. Een siliconen mal. Daar heb ik dan was in gegoten. Die was heb ik dan in plaaster gegoten. Die plaaster een klein beetje gebakken. Daar weer gesmolten aluminium in gegoten. En toen kreeg ik dit. Een soort van vulkaanuitbarsting eerst. En toen dit. Een soort van Tsjernobyl-versie van dit. Dat was een beetje mislukt, natuurlijk, omdat mijn mal niet goed genoeg gebakken was. Want naast gewoon water dat in gips zit, zit er ook op moleculair niveau water vast. En als je daar dan gesmolten aluminium in giet, dan verdampt dat water en krijg je heel gevaarlijke toestanden. Dus je moet super warm kunnen een mal bakken. Dus dan dacht ik, oké, dan doe ik het super warm. En dan deed ik het dus in mijn gietoven. En plop, dat is behoorlijk gelukt, maar natuurlijk, mijn gietoven, dat is veel te warm. Dat zijn ook geen gecontroleerde omstandigheden. Dus ook deze versie was beter dan deze versie, maar dat was ook nog niet supergoed. Toen dacht ik, oké, nu pak ik het echt gestructureerd aan. En ik maak mijn eigen oven. Ja, snel. Eventjes mijn eigen oven gemaakt om dan mijn mallen te kunnen inbakken, die gipsen mallen te kunnen bakken. En drie weken ben ik bezig geweest aan die oven en toen was hij klaar en toen deed ik iets verkeerd. En toen was er iets kapot. Maar dit is nu de oplossing. Het kapotte computertje. Ja, het volledige verhaal staat hier dus. Het kapotte computertje, de besturing van mijn oven, die is nu aangekomen en die gaan we nu vervangen. En dan zouden we kunnen denken, ho, en dan kunnen we gipsenmallen bakken, aluminium erin gieten en dan zijn we klaar. Ja, dat weten we dus nog niet, want dit computertje meet hoe warm mijn oven gaat. Ik hoop minstens op 500 graden. Duimen. Oké, ik ben benieuwd. Het nieuwe computertje zit erin. Dus ja, voilà. Yes. Dat... Oké, dat staat hier op. Ah, voilà, 20,4 graden. Dat zou normaal gezien. 20,4 graden zou normaal gezien de huidige temperatuur in de oven moeten zijn. Min of meer. Ah, en het stijgt. Yes, want de oven is nu aan het opwarmen. Yes! 450. Oké, waarom maar tot 450, Henk, en niet ineens boven de 500? Omdat het thermokoppel, de temperatuursensor die er nu in zit, maar tot 450, 480 kan. Dus om te voorkomen dat ik dat beschadig, heb ik het maar tot daar gedaan. Maar ik heb nu een thermokoppel dat tot 1300 gaat. Waarom heb je dan niet ineens dat van 1300 erin gestopt, Henk? Wel, omdat ik een beetje ongeduldig was. En ook, dat is een beetje gepruts, moet wat dingen aanpassen. En ik wou eerst zeker zijn dat de computer goed werkt. Maar dat is dus wel het geval. Moet kijken, het blijft schoon.
op de 450 graden. 450 graden, dat is al meer dan een gewone gemiddelde huis-, tuin- en keukenoven. Dus... Het andere thermokoppel zit erin. Dit thermokoppel kan tot 1300 graden. Eerst aanzetten, kijken of het werkt. En dan gaan we tot 750 graden. Dat zou wel heel cool zijn mocht ik dat halen. Oké, ik zet het aan. Meet hij de temperatuur? Hij meet de temperatuur. Oh. Is dat op min? Oké, dat klopt hier niet. Oké. Okay. Maar hij gaat naar min. Ah, wacht. Ik denk dat ik mijn plus en mijn min heb omgewisseld. Oké, okay, momentje. Oké, okay, tweede poging. Meet hij de temperatuur? Oké, okay, 71 graden. Dat lijkt mij logisch, want daarnet heeft de oven aangestaan. Er zit nog wat warmte in. Oké, okay, en nu stellen we in naar 750 graden. Yes, 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 yes! Boven de 500 en rising. We zitten ondertussen al bijna aan 515. 500 was mijn doelstelling. Ik vind het nutteloos om nu nog meer elektriciteit te verspillen om te kijken of we naar die 750 gaan. We zullen het wel zien, als er iets in zit, hoe ver we kunnen gaan. Maar 515 is al zeker haalbaar en ik denk dat dat voldoende is voor wat ik ermee wil doen. Ik vind dat niet slecht voor zo'n DIY-oventje. 515 graden, man. Oké, okay, dit is mijn rolmeter uitgeprint in PLA. En ik ben dat mooi aan het opschuren, want als we daar straks plaatsen rondgieten, dan moet dat glad zijn, want anders blijven daar luchtbelletjes aan plakken. Luchtbelletjes zijn gaatjes, dat wordt opgevuld met aluminium later en dan is ons afgietsel niet zo goed. Dus we gaan voor de verloren PLA-methode. Ik weet dat er een soort van 3D-print filament is dat je kunt wegsmelten, dat echt gewoon was is voor de verloren was-methode. Maar die is al een paar weken geleden besteld en dat is nog altijd onderweg. Dus verloren PLA dan, dat zal misschien net iets minder mooi zijn, maar ik wil gewoon het systeem testen en ik wil die rolmeter eindelijk klaar. Dus we gaan dan dit hier in dat koffieblik steken. We gieten daar dan plaaster, speciale plaaster rond, dat zal ik straks tonen. Dan moet dat bakken en dan tijdens het bakken verdwijnt al deze plastic en dan hebben we hier in onze plaaster een holle ruimte in de vorm van onze rolmeter. Goed, maar... Pardon. Schuurstof. Goed, maar... om dat hier allemaal in te monteren, want ja, het is twee stukjes, ik moet een giettuit hebben, ik moet die twee dingen aan elkaar verbinden. En dat ga ik doen met Easymo, want ja, dat is natuurlijk ook iets dat heel gemakkelijk wegbrandt. En ik ga die Easymo snijden met... Het plastiek aan elkaar smelt ding dat Mira en ik gemaakt hebben voor onze Skydancer. Dus voilà, we hebben zelf een oven gemaakt en nu iets om onze Easymo mee te smelten en te snijden. Het is de aflevering van de DIY Tools. Yeah! Oké, okay, eventjes een woordje uitleg. Dus, ik heb van alles gesneden in Easymo. Hier onderaan zie je dat. Dat is dus de giettuit, want het gaat uiteindelijk zo gegoten worden. Dus de giettuit en die kleine grijze dingetjes, die draadjes hier die ik erbij geplakt heb, dat is ook PLA. Dat is gewoon printfilament en dat zijn ontluchtingskanaaltjes. Straks gaat dit blik erover, zo.
Dan gaat de gips erin, de speciale gietplaster die poreus blijft. En dan als alles droog is en gebakken is, dan gaat het zo, gieten we er aluminium in en dan langs de onderkant trekken we vacuüm en dan zou alle aluminium mooi in alle holle ruimtes moeten kruipen. Oké, dat is het plan. Ook allemaal kennis die ik bij elkaar gepuzzeld heb van het internet. De belangrijkste vraag is zo'n blik stevig genoeg als daar plaster in zit om dat vacuüm... Dus we gaan dat veilig moeten doen van op een afstandje. Maar goed, oké, dus plaster hierin. Speciale plaster. En dat is zo lekker warm, hè. En ja, die gips is nu aan het hard worden, dus dat moet nu 1,5 uur ongeveer op zijn gemak uitdrogen, oppervlakkig uitdrogen, het uitharden, dan gaat dat straks in de oven. Mocht u afvragen waarom heb je dat geroerd en niet met zo een beton-cement-mix-ding? Ah ja, omdat je met een beton-cement-mix-ding er veel luchtbelletjes in krijgt. En ja, dus ik wou zo weinig mogelijk luchtbelletjes. Maar het is goed gemixt, denk ik. Goed, 1,5 uur drogen. Dan kan ik ondertussen een testje doen met de vacuümpomp. Ha. Yes, de vacuümpomp. Dus, een paar weken geleden heb ik zo een siliconen flap gemaakt. Dit is een plank met een gat in. Er zit een gat in die siliconen flap. Dat gat past boven het gat in de plank. Onder de plank, dat kunnen jullie niet zien, zit een vacuümpomp. Maar geloof mij, ze zit er. Goed, ik ga er nu zo een blik over zetten. Een leeg blik, maar gewoon om eens te testen wat de stevigheid van zo'n blik is. Dus we zetten de vacuümpomp aan. Ik denk dat dat wel zal lukken. Stevig genoeg. Ha! Oké, perfect. Dus dit is een opstaand randje om te voorkomen dat er aluminium gemorst wordt. Dus hier komt zand in, zodanig, ja goed, eerst mijn siliconenmat, dan zand er rond voor als er aluminium gemorst wordt, dat dat niet van mijn gietplatform kan stromen, want ja, dat is heet metaal, dat is niet zo verstandig. En ik heb hier ook onderaan, je ziet daar nog blokjes draagvezen, zodanig dat de plank er ook niet kan afschuiven. Voilà, dit is een stabiel gegeven. En dat is zeer belangrijk als je met bekertjes kokend heet metaal rondloopt. Yes, oké. Nu kunnen we kijken of dat we de mal kunnen losmaken van mijn onderkant. Yes, oké. Amai, dat praten is ook niet altijd evident hoor. Amai, zo warm dat is. Dat is dan ook weer een goed idee eigenlijk, hè. Het is de eerste hittegolf van het jaar. En wat doet Henk? Ah ja, een beetje een oven testen en dan aluminium smelten, hè. Oh. Yes! Oh, zo goed gelukt. Prachtig. Oké, nu zit hier natuurlijk nog van alles in die eruit moet, hè, want we willen die holle ruimte kunnen opvullen met aluminium. Dus dit moet nu voor 7 uur in de oven. Ja, dat heeft tijd nodig. 7 uur. Maar daarvoor moet ook mijn oven buiten staan, want er komen dampen uit vrij en dat wil ik hier niet binnen. Ja, en aangezien de oven denk ik 7 à 8 uur moet bakken, dacht ik, ik maak hier even de virale video voor de robotschorpioen. Maar ja, dat hebben jullie waarschijnlijk wel allemaal al massaal gedeeld, want ja, die komt normaal gezien maandag. Dus ja, jullie hebben die al gezien. Het is nu dinsdag voor jullie. Het is een beetje ingewikkeld, maar een virale video maken. Nu weten jullie waarschijnlijk al of dat het meer viraal gegaan is of niet. Ik niet, maar ik vind het wel al een supercoole video. Oké, ja. Een kleine update. Je ziet het, de oven staat ondertussen binnen. Want op het einde van... toen ik bezig was met die video van die robotschorpioen, is er iets fout gelopen. Ik zag ineens dat de temperatuur zakte. Ik zat aan 650 graden, dat dan weer wel.
En het begon te zakken, dus ik vermoed dat het verwarmingselement doorgebrand is op een plek. Maar natuurlijk, ik heb nog niet gekeken, want het was nog super warm op het moment dat ik naar huis ging. Toen was het nog 250 graden, maar ik wou niet een oven open doen om ervoor te zorgen... als je een oven open doet, dat kan een soort van shock-effect geven aan het materiaal dat erin gebakken wordt. Dat krijgt gebarsten en dat wilt je niet. Dus, ik ga eerst eens kijken hoe het nu zit met mijn gebakken mal en dan proberen fixen wat er kapot gegaan is. Oké. Dat ziet er supergoed uit. Dat is volledig uitgebakken. Ik zie geen plastic niet meer. Nu, ja, ik kan het niet zo goed zien, maar... Ik zou het wel riskeren, eigenlijk. Oké. En nu moet ik dus de oven herstellen, want dit moet terug opgewarmd worden. Want in een koude mal gieten, dat is niet goed. Dus dit moet terug opgewarmd worden naar een bepaalde temperatuur. Maar daarvoor moet ik dus checken wat er fout is met de oven. Oké, let's go. Ging ik let's go zijn? Of echt een stomme YouTuber? Voilà, het is al gefixt, zie. Dat is het voordeel aan de manier waarop mijn oven is opgebouwd. Alles is zo geconstrueerd dat de dingen die kapot kunnen gaan, snel vervangbaar zijn. Dus het verwarmingselement kan er gemakkelijk uit. Ik kan hier vanachter door dit paneel weg te halen, kan ik ook aan alle draden, alle aansluiting en computertje en alle dingen die elektronisch zijn, die zitten hier apart in dit doosje. Dus dat is ook gemakkelijk vervangbaar. Want ja, als je zelf dingen maakt, is de kans vrij groot dat dingen ook kapot gaan. Zeker als ze Henk heet. Goed, nu kunnen we hierin onze mal doen en dan kunnen we aluminium gieten. Maar eerst de mal opwarmen. Oké, loopt mijn camera nog? Ook mijn camera loopt nog. Wat een succes. Oh man, ik heb het niet gezien. Maar toen ik de aluminium erin goot, stond het met een bobbeltje van boven erop, schoon vol. Ik zette de vacuumpomp aan en het trok het bobbeltje erin. Dus, oh man, nu ben ik zo nieuwsgierig om het open te doen. Kom maar, we duimen. Wat voor een mic drop zou het niet zijn voor het einde van mijn seizoen dat de rolmeter ook klaar is. Boom, klaar. Henk out. Yes. Oké, het is zover. Ho. Oh. Wow. Kijkt. Mijn handen beven, zeg. Maar kijkt. Kijk op dit alleen al. Hier. Dat heb ik nog nooit meegemaakt met mijn aluminium gegiet. Kijk naar mijn handen. Maar nee, dat is toch niet normaal dat dat gelukt is. Kijk eens hier. Kijk hoe goed dat is. Oh. Oké, dit ga ik nu eerst een beetje opkuisen en dan zien jullie het resultaat. Oh, mannetjes, hoe goed is dit? Oh, de fouten die er nu nog in zitten, zijn te wijten aan de print of luchtbelletjes. Dat is het enige. Kijk, je ziet dat hier, zo hier, die puistjes, dat zijn luchtbelletjes. Dus dat is omdat mijn plaster niet ontlucht is, maar daar heb ik al een idee voor, want ja, ooit ga ik dat wel nog eens doen. En ja, hier en daar zijn er zo putjes, maar dat is omdat mijn print niet 100% geslaagd was. Dus ik vind dit, alleen om die hoekjes en de scherpheid, goed ter vergelijking,
dit was de vorige versie. Dit was mijn vorig afgietsel. Daar was ik al super trots op. Kijk hier, met zo'n ronddingen en ontbrekende stukken. Dit is gewoon... Kijk, alleen dit hier. Wacht, hier. Die Ismo. Dat stukje Ismo. Je ziet gewoon de structuur van de Ismo. Oké, nu ga ik dit hier mooi openzagen en de twee stukken uit elkaar halen, oppoetsen en dan kijken of ik er een rolmeter kan insteken. Ah ja, want dat moet ook nog, hè. Weet je nog, die lelijke tjoepjes, die lelijke puisten die erop stonden, omdat er luchtbellen in de plaster zaten? Volledig weg. Oh man, echt. Als je vergelijkt, dit is toch wel... Oh, oké, nu komt het meest zenuwslopende van het hele ding. Nu moet ik hier gaten in boren. Zodanig dat dit erop past. En hier in dit pinnetje een sleuf, zodanig dat de rolmeterveer spanning kan opbouwen. Dus dit wordt eventjes zenuwslopend, maar ik vind het nu al een succes. Voilà. Ik dacht dat ik deze op het einde van dit seizoen nog af zou krijgen. Ik denk dat jullie dat ook gedacht hebben. Maar ik heb al mijn doelstellingen gehaald. Ik wou de robotschorpioen klaar krijgen. Is gelukt. Ik wou de rolmeter klaar krijgen. Is gelukt. Alleen één doelstelling heb ik niet gehaald. Ik wou 25.000 abonnees. Maar ik denk als iedereen straks nog eens kijkt naar uw Scorpius Coronamento. Wat is dat toch? Ik kan dat niet uitspreken. Dat is net hetzelfde als je kind een naam geeft en je kunt het niezen. Hoe heet uw dochter? Usnaya. Kindje. Maar hey, als straks iedereen nog eens naar de video van de robotschorpioen kijkt, ik zet op het einde een link. Als we een keer lekker het logaritme van YouTube door elkaar schudden, dan haal ik die 25.000 abonnees sowieso. Deel de video van de schorpioen met uw vrienden. Deel het op Reddit, deel het waar dat je het kunt delen. En dan zorgen we dat dat gewoon een goed bekeken video wordt. Allee, dit is... Oh man, wat een avontuur dit seizoen, jong. Jesus Christ. Allee, uiteindelijk, met deze rolmeter, wie had dat gedacht toen ik begon met deze soort schets, dit prototype, dat ik uiteindelijk een oven zou bouwen om dit te kunnen gieten. Oh man, ik heb zoveel ideeën om nu super gedetailleerde dingen in aluminium te gieten en daar dan ook robotjes mee te maken. Ah ja... Oh man, ik ga hieronder ook een link zetten naar iedereen die deelgenomen heeft aan de Rolmeter Challenge. Er zijn er heel veel, er zijn supercoole. Hieronder ga ik een lijst zetten van al de helden, al de linkjes naar de video's. Als je merkt van, mijn video staat er niet tussen, sorry, laat het mij weten en dan zet ik u er gewoon bij. Zo, dit was de laatste aflevering van dit seizoen van de Koterij. Ik wil jullie vooral bedanken om iedere week enthousiast mee te kijken. Ik wil ook Mira bedanken om een heel belangrijk deel uit te maken van dit seizoen van de Koterij. Zo, mannetjes, het is vakantie. Mic drop.